Dus jullie gaan kijken naar Fabian van der Broek. Hij is, zoals al te zien is, student bij, of een PhD-student bij Digital Security Group in Nijmegen. Eigenlijk een beetje een hofleverancier de afgelopen tijd van sprekers voor de Black Hat sessies. En ik ben blij dat er weer een interessant nieuw onderwerp is. En dat is IMSI catching. Nou, ik ben bijzonder benieuwd wat we gaan horen. The floor is yours, Fabian. Dankjewel. Ik zag dat mijn praatje het enige is dat in het Engels of in het Nederlands is aangekondigd in deze track. Ik vind het ook niet erg om het Engels te doen. So if people want me to switch to English, that's fine. But I see. Huh? Oké, nou dat wordt voor het eerst in Nederland. Ik zag ook dat Victor zo slim was geweest om wat reclame voor de VU te maken. Dat ben ik vergeten in de slides te stoppen. Maar in Nijmegen aan de Radboud Universiteit doen we ook hele coole dingen. Dat eigenlijk. Waar gaat het over? Eind vorig jaar, geloof ik, kwam er in het nieuws kwamen er berichten over dit soort dingen. Dus dat de Belastingdienst wil nu ook zelf aftappen met nepzendmasten. Dit is op zich niks nieuws dat dit kan. Dat bestaat al jaren. Maar in één keer kwam dit bericht aan toe. Was het weer een beetje hip. Waar gaat dat nou over? Dat wordt vaak IMSI catching genoemd. IMSI catchen doe je over het algemeen door, zoals het krantartikel al zei, een nepzendmast. Maar die hele term IMSI catching, of met name IMSI catcher, is overloaded. En dat is heel gevaarlijk, vind ik. In de zin dat die apparaten zijn ooit begonnen om IMSI's te catchen. Ik kom er nog op wat dat precies is. Maar zijn een soort van geëvolueerd en op een gegeven moment zijn het volledige man-in-the-middle aanval als apparaten geworden waarmee je alle gesprekken in de buurt kunt afluisteren en waarmee je ook malicious software naar telefoons kunt sturen, wat dan ook. Maar die ze nog steeds IMSI-catchers noemen, alsof het niks anders doet dan dat. Dus ik wil daar graag een heel duidelijk onderscheid tussen maken dat twee specifiek verschillende aanvallen zijn. Dus ofwel je catcht IMSI's, wat dat dan ook is, ofwel je luistert af, eavesdropping. Nou, wat is nou een IMSI? De IMSI is je International Mobile Subscriber Identifier en dat is je unieke nummertje wat in iedere simkaart zit. Dit is het nummer waardoor je geïdentificeerd wordt in het telefoonnetwerk. Dit is niet je telefoonnummer of zo. Als ik iemand bel, dan typ ik zijn telefoonnummer in, of ik selecteer mijn adresboek. Mijn telefoonnummer wordt ergens naar opgestuurd, maar daar wordt het omgezet naar het IMSI-nummer en dan wordt de doelbewuste telefoon opgebeld. Dus de IMSI-nummer is het unieke nummertje wat altijd hetzelfde blijft, waarmee jij geïdentificeerd wordt in het netwerk. Het is ook niet je IMEI, dus dat is het unieke serienummer van je telefoon. Dat kun je ook digitaal opvragen, maar wordt eigenlijk verder niet echt gebruikt. Het is oorspronkelijk bedoeld om een soort blacklist te maken voor gestolen telefoons, maar volgens mij is er geen enkel land dat echt doet. Dus. Maar, wat is een IMSI? Een IMSI is een nummertje van 15 getalletjes. Dit is een voorbeeldje. En dat is als volgt opgebouwd. De eerste drie nummertjes die geven je land weer, waar je vandaan komt. De volgende twee of drie nummertjes geven je provider weer. Dus in dit geval 204 is de code voor Nederland en 08 is een van de codes van KPN. En daarna de overgebleven cijfers identificeren jou uniek binnen die provider. Dit is dus ook nodig voor als je roaming bent, als je in het buitenland zit of in ieder geval op een ander netwerk zit dan je eigen thuisnetwerk. Dan zijn dus die eerste vijf of zes cijfers, die zorgen dat alle berichten bij jouw thuisprovider uitkomen. En de thuisprovider regelt verder alles met jou. En die IMSI wordt altijd plain text door de lucht gestuurd. Er is verder niet echt een goede bescherming voor. En dus kan iemand die evil is, vrolijk meeluisteren en dat opvangen. En dat is wat IMSI catchers doen. Dus je zou gewoon een heel simpele passieve IMSI catcher kunnen bouwen. Die zet je neer, je luistert gewoon op de gsm-golflengtes tot er een IMSI langskomt en die sla je op. Maar je kan het ook veel slimmer doen, je kan het ook actief doen. Je kunt namelijk telefoons altijd gewoon vragen om hun IMSI-nummer. En dan zeggen ze dat. Maar IMSI catchers kunnen dus ook, zoals ik al zei, daadwerkelijk afluisteren van gesprekken. Of berichten in het netwerk injecteren, naar je telefoon sturen. Die apparaten zijn heel duur. Over het algemeen, je moet echt denken aan honderdduizenden dollars.
En worden natuurlijk alleen maar exclusief verkocht aan overheden. En natuurlijk alleen maar de nette overheden. En dan komt er nooit eentje in Syrië uit of zo. Wat dat betreft zijn we redelijk veilig. Voor zover als je overheden vertrouwt. Maar je kunt ze ook vrij makkelijk zelf maken vanaf $100. Dit is redelijk nieuw. Hè. Dit is de laatste 5 jaar of zo dat daar de apparaten voor zijn om dat te doen. Dus dit is ook echt een probleem. Dit is ook vorig jaar was er een nieuwsartikel in The Guardian. Verschillende researchers op verschillende plekken rond hebben gereden en geprobeerd hebben IMSI-catchers te detecteren. En ik weet, in Washington DC vonden ze er binnen het uur 19. Waarvan niemand echt weet wie die dan opereert. Of dat allemaal door de overheid is. En of het dan allemaal de Amerikaanse overheid is of zo. Maar die dingen worden wel echt gebruikt. Nou, ik ben een aanvaller. Waarom zou ik nou zo'n IMSI willen opvangen? Nou, zoals je al zag, het IMSI vertelt al uit welk land ik kom, wat mijn provider is, dus misschien is die data al interessant. Maar typisch gezien wil je locatieprivacy aanvallen. Dus het idee hier is, als je daarover nadenkt, wat is location privacy, is eigenlijk het geheim houden van dan wel mijn locatie of mijn identiteit. Het is namelijk de combinatie van die twee gegevens, dus ik ben Fabian en ik ben nu hier in Ede. Dat breekt mijn locatieprivacy. Dan weten mensen waar ik ben. Als mensen weten, de persoon hier op de voorste rij met de hoed, ik weet niet hoe je heet, dus is het niet echt een locatieprivacy break. Dat kan je badge ook niet lezen. Maar ik weet dat je in Ede bent, maar dat op zich is niet een risico. Dus wat kun je daarmee doen? Nou, je zou tracking kunnen doen. Je gaat mensen volgen. Dan hoef je ze niet eens in zicht te hebben. Die afstanden van gsm zijn nog wel redelijk oké, dus dan kun je op een redelijke afstand iemand volgen. Alleen, aangezien die met name die dure IMSI-catchers, ze zijn wel redelijk mobiel, maar het betekent toch dat je achter iemand aan moet lopen, in zijn bereik moet blijven. Dus heel nuttig voor tracking lijkt dat niet. Tenzij je een netwerk van sensoren zou maken. Of zoals we uit de Snowden-documenten weten, de NSA heeft van die nep-zendmasten op drones gemonteerd en laat die rondvliegen en dan kunnen ze je dus op die manier volgen. En vervolgens waarschijnlijk een raket op je afschieten. Location monitoring is eigenlijk een veel interessantere aanval met IMSI-catchers over het algemeen. Je zet gewoon een ding ergens op. Hey, kijk, wie komt hier? Dat kan interessant zijn als je weet dat er een demonstratie gehouden gaat worden en je wil weten wie komt er allemaal opdagen bij deze demonstratie. Of bij een winkel, gewoon welke klanten komen er terug, et cetera. En de meer standaard aanval, waarvoor deze apparaten überhaupt ooit ontwikkeld zijn, is het volgende. De politie, we zijn in Nederland, nou, de politie die tapt daar nogal graag. Maar het probleem is dat wij ook prepaid telefoons hebben. En de gemiddelde, een beetje zichzelf respecterende drugsdealer heeft minstens 15 prepaid telefoons in zijn kofferbak liggen. Hoe weet je welke je moet tappen en welke niet? Dat is een heel lastig probleem. Ik bedoel, ze kunnen een tapbevel afgeven aan de provider, maar als je niet weet welk nummer of IMSI of wat dan ook, dan kun je geen tap zetten. Dus dat is wat politieagenten dan doen. Zij observeren iemand, deze rode persoon willen ze gaan tappen. En wat ze dan doen is, ze zetten gewoon een aantal keer zo'n IMSI-catcher aan, bij hem in de buurt, in verschillende omstandigheden. En dan krijgen ze gewoon een lijstje van, hey, dit zijn alle IMSI's op dit moment in de buurt. En als je dat een paar keer doet, dan op een gegeven moment is de doorsnede daarvan, zijn waarschijnlijk alle telefoons die persoon bij zich heeft. En daar vraag je dan een tapbevel op aan. Dus dit is de standaard aanval voor IMSI-catchers. De niet afluisterende dingen. Dus dan kun je afvragen, waarom wordt de IMSI eigenlijk überhaupt niet beschermd? Nou, dan wordt hij wel. Op het moment dat jij verbindt met het netwerk, krijg je eigenlijk een tijdelijke IMSI toegekend, een TIMSI. Alleen helaas, je kunt nog steeds als mast altijd vragen, ik wil toch je IMSI weten. En dan zegt je telefoon dat. En dat komt omdat je in gsm en 3G, UMTS, LTE, alle systemen, moet je identificeren voordat je authenticeert. Daar kom ik zo nog verder op terug. Want laten we even kijken naar hoe gaat een authenticatie in 2G, dus gsm, GPRS. Je zou je telefoon met je simkaart en die heeft een IMSI-nummer en een geheime sleutel. En hier zit jouw thuisprovider en die heeft een lijstje van al de IMSI's die hij heeft naar de sleutels die ze hebben.
En wat er nou gebeurt is, op het moment dat jij met een netwerk verbindt, vraagt de mast, wat is jouw identiteit? En die geef jij. Om precies te zijn, dit is een geparametriseerde call, dus je kunt vragen om iemands IMSI, om iemands TIMSI, of om iemands IMEI. Maar goed, uiteindelijk zijn we geïnteresseerd in de IMSI, dus die geef je terug. Het is wel interessant dat in LTE, dus de 4G spec, daar is het zo geregeld dat dit nog steeds altijd geldt. Maar je mag niet vragen om de TIMSI of de IMEI voordat er encryptie op de lijn zit. Alleen als je dit test, blijkt dat alle telefoons het toch gewoon doen. Maar in ieder geval in de specificaties is het goed geregeld. Je verbindt met een mast. Hier zit misschien een heel ander netwerk aan vast. Stel dat ik bij KPN zit. Dit hoeft niet een mast van KPN te zijn. Kan, weet ik veel, Vodafone in Griekenland zijn of zo. En toch werkt het. Vervolgens gaat die provider, die vraagt authenticatieparameters aan jouw thuisprovider. En die zegt, deze IMSI heeft zich bij mijn mast gemeld. Ik wil die kunnen authenticeren. Nou, dus je geeft die IMSI op en dan krijg je in het geval van GSM 3 waardes terug. Namelijk een challenge, de bijbehorende respons en de sessiesleutel die daar uitkomt. Dus wat er gebeurt hier is dat de thuisprovider zoekt die IMSI op, pakt de bijbehorende sleutel, genereert een random challenge en berekent dan samen met die sleutel en wat crypto wat daarmee de respons zou zijn en wat daar de sessiesleutel is die daar uitkomt. Die 3 geeft hij door aan het netwerk dat jou gaat authenticeren. En vervolgens gaat jouw authenticerende netwerk, stuurt jou de challenge, jij stuurt de respons. Hier gebeurt een check waarbij het authenticerende netwerk kijkt of de respons die van jou heeft gekregen gelijk is aan de respons die kreeg van jouw netwerk. Dan is er nog wat back-end gedoe om te zeggen van, die IMSI van jou die zit nu bij mij, zodat je gebeld wordt, dan kan jouw netwerk jou vinden. En vervolgens kun je encrypted communiceren met de sessiesleutel die jij ook hebt afgeleid uit die challenge. Het is ook trouwens, dus deze splitsing tussen zeg maar een access netwerk en een core netwerk zit ook gewoon binnen een netwerk. Dus bijvoorbeeld Vodafone of zo, dan nog, als ik zit bij Vodafone en ik heb een Vodafone, ben verbonden met een Vodafone mast, dan nog gebeuren deze stappen. Nou, er zijn een aantal problemen hiermee. Dus er zijn er heel veel met GSM, maar dit zijn in dit geval de grote problemen. Dus je hebt identificatie voor authenticatie. Waarom? Nou, dat is eigenlijk heel logisch. Het is symmetrische crypto. Dus op het moment dat ik als mast wil kunnen kijken, of eigenlijk als netwerk wil kunnen kijken van wie is dit, dan om een challenge te kunnen maken en daarbij de behorende respons te kunnen berekenen, moet ik weten welke sleutel ik moet hebben. Dan is er ook geen mutual authentication. Dus alleen de mast authenticeert mij. Maar ik hoef nooit, de mast authenticeert zich nooit naar mij toe. Dus de mast die kan gewoon zeggen, ik ben een mast. En uiteindelijk is het zo dat er op een soort algemeen communicatiekanaal stralen die masten uit. Ik ben een, wat heb ik nog niet gehad, T-Mobile mast in Nederland. En als ik een T-Mobile telefoon heb, dan verbind ik gewoon met die mast. Ik bedoel, als het de sterkste mast is in de buurt, dan ga ik gewoon daar naartoe. dan is het laatste punt, en dat is met name voor die afluisterdingen, dat er gewoon hele zwakke encryptieopties in GSM zitten. Dus je hebt A50, dat betekent gewoon we doen geen encryptie. Dan heb je A51, dat is het meest gebruikte encryptie-algoritme. Dus nu geloof ik in Nederland net 50-50. Wat tot een paar jaar geleden nog redelijk was, maar nu inmiddels met die rainbow tables van 2010 ook redelijk gebroken is. A52, dat nog veel slechter is dan A51, specifiek gemaakt om het te kunnen exporteren naar andere landen. En dan heb je A53, wat op, nog niet zo heel, of ja, inmiddels ook alweer 15 jaar oud. Maar dat is dan op dit moment de echt sterke optie. En als je op dit moment kijkt in Nederland is het ongeveer 50-50 wat er aangeboden wordt door masten. Maar het feit dat jij als mast altijd kan zeggen, we switchen naar deze encryptieoptie, maakt het zwak. Hoe zou nou een man-in-the-middle aanval werken? Dus nu, op dit punt ben ik al niet meer geïnteresseerd in het catchen van jouw IMSI's, maar nu ga ik heel erg aanvallen. Een hele simpele aanval is gewoon dit. Ik speel gewoon dit spelletje als mast. Ik stuur jou een challenge. Ik weet niet wat het goede antwoord is, maar ik zeg, prima, kom erbij.
En jij wil gaan versleutelen, maar ik zeg, weet je wat, we gebruiken geen encryptie, we doen A50. En dan forward ik alles naar Asterisk of een andere VoIP-client. Ik bedoel, er zitten een paar kleine problemen. Ik kan hiermee niet inkomende telefoontjes afluisteren, want de telefoon is op dit moment geen onderdeel meer van het echte netwerk. En degene die jij belt, die ziet mogelijk een ander nummer of geen nummer in beeld, omdat het gesprek niet echt meer van jou afkomt. Maar goed, dat zijn wat meer sophisticated aanval zou zijn als ik echt een volledige man in de middel ga doen. Dus ik doe net alsof ik een telefoon ben naar de echte mast. Die vraagt mij om de identiteit, dat relay ik gewoon en ik stuur een antwoord gewoon terug. Dan krijg ik de authenticatievraag. Maar wat ik dan doe is, ik stuur die vraag door, ik krijg de respons. En dan doe ik wat dummy communication, wat rare communication met een zwak cijfer, A52 bijvoorbeeld. Want alle cijfers gebruiken dezelfde sleutel. En dan gebruik ik dat om de sleutel te breken. Dan stuur ik pas je antwoord door en dan weet ik wat de sessiesleutel is en kan ik je gewoon communiceren. Dit kan, omdat de tijdperiode die je krijgt tussen het ontvangen van een challenge en het antwoorden daarop, staat op 12 seconden. Wat echt een enorme eeuwigheid is. Dus dat maakt dit mogelijk. Er is ook... Nou, laten we dat niet. Ja. Dan komen we bij 3G en 4G authenticatie. Dat is beter geregeld. Er zijn een paar dingen veranderd. Je hebt een sequence nummer erbij gekregen. Die zou ook aan deze kant moeten staan. Dus nu ben je een soort van in sync met jouw netwerk. En wat er nu gebeurt is, er worden wat meer waardes hier doorgestuurd. Namelijk niet alleen met de challenge en de respons, maar ook het sequence nummer. Nog steeds de sessiesleutel, meerdere, maar dat doet er even niet toe. En een MAC over de challenge en het sequence nummer. En die stuurt vervolgens de mast door. En dat betekent dat ik hier nu een stap heb om twee dingen te controleren. Dit sequence nummer, is het hoger dan mijn vorige sequence nummer? Of valt het binnen de eerstkomende 5 of zo? Als dat niet zo is, dan is er een manier om weer in sync te raken met je netwerk. En checken, is dit een valide, goed gesignede of gemakte bericht? Dus op dit moment heb ik mutual authentication en kan een attacker niet meer... geen challenges hier meer gewoon verzinnen en naar mij toesturen waar ik op zal antwoorden. Dus dat is een hele grote verbetering. Betekent wel dat die eerste stap, of dat eerste ding dat je moet identificeren voordat je authenticeert, nog altijd werkt. Dus IMSI catching, puur het catchen van IMSI is een aanval die op alle systemen werkt. 3G, LTE Advanced, ik weet niet of er al masten actief van zijn in Nederland, maar daar werkt het op. Dus... als we even terugkijken, wat is nou, dus IMSI catching, zoals ik al zei, werkt op alle mogelijke huidige mobiele netwerken. Bij UMTS, LTE, dus 3G, 4G techniek, ben je in principe wel beschermd tegen afluisteraanvallen. Maar het is triviaal om je terug te forceren naar GSM. Je kunt gewoon de frequenties jammen bijvoorbeeld. Want al die technieken zitten op andere frequenties. Sowieso is bijna alle gesprekken gaan nog over GSM. Als je oplet op je telefoon, dan bijna altijd doet hij een fallback naar GSM op het moment dat je een telefoongesprek begint. Maar voor data, dus puur appda of wat dan ook, dan is dit een redelijk veilige optie. En we zitten in een situatie waarbij het huidige netwerk, daar is zoveel in geïnvesteerd en dat is zo uitgebreid dat het niet mogelijk is om te zeggen, hey, weet je, we gaan het even helemaal anders doen. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, iedereen krijgt de public key van zijn provider en encrypt zijn IMSI met de public key en stuurt die op naar de provider. Dat zou een enorm, hij bedoelt, het is een bijna triviale oplossing om het hele probleem op te lossen. Maar dat zou zo'n grote verandering zijn dat is niet haalbaar in de huidige techniek. Wat kun je nou doen om jezelf hier tegen te beschermen? Dat kan namelijk. Het goede nieuws is, voor eavesdropping is het vrij simpel. Het is alleen deze slide, namelijk zet GSM uit, als dat kan. En gebruik secure tunnels waar dat kan. Signal, wat Aral al noemde, prima messaging app, waarvan de meesten nu wel denken dat het echt wel
behoorlijk goede secure end-to-end encryption biedt. Ik weet niet zo goed hoe dat met telefoongesprekken zit. Of daar al fatsoenlijk. Je kunt bellen over Signal, maar ik heb het nog nooit geprobeerd. Maar daar zijn dus opties voor. En het goede nieuws is ook dat die er steeds meer komen. Hè. Dankzij alle Snowden-ontwikkelingen en alle andere dingen merk je dat mensen hier echt veel moeite in stoppen. En dat we langzaam wel naar veiligere opties gaan. Maar wat doen we tegen IMSI catching? Nou, daar zijn twee oplossingen voor. Eentje is IMSI catcher catchers. En de andere is het gebruik van pseudoniem. Ik zal ze allebei behandelen. IMSI catcher catchers zijn oorspronkelijk gewoon apparaten die je wederom voor heel veel geld kunt kopen bij allerlei shady handelaren. En dat zijn echt enorme dingen vaak. En die zeggen gewoon, er is een IMSI catcher in de buurt of niet. En nog wat meer details. Uiteindelijk zijn er een paar mensen die hebben bedacht, maar dat zou je ook op je telefoon kunnen doen. Ik bedoel, mijn telefoon heeft een antenne. En op mijn telefoon ben ik geïnteresseerd of ik verbonden ben met een IMSI catcher of niet. Dus we hebben gekeken, op Android heb je, dit waren de drie populairste die ik zo snel kon vinden van IMSI catcher apps. Snoop Snitch, dat is volgens mij al de bekendste van Karsten Nol en consorten. Het vervelende is dat hij maar op een bepaald deel van de telefoons werkt. Er moet namens een bepaalde Qualcomm chipset in zitten. En het heeft root access nodig. Dus je moet je telefoon geroot hebben en dan ook access geven aan die app. Dan werkt het wel vrij goed, moet ik zeggen. Ik heb een student gehad die heeft het allemaal geïnstalleerd op een telefoon. En we hebben onze eigen IMSI catcher gebouwd en dan gewoon gekeken van wordt het gedetecteerd of niet. En deze doet het vrij goed. Maar nogmaals, je hebt een specifieke telefoon nodig en je moet hem routen voor je het installeert. Dan heb je zelfs Spycatcher, al een stuk minder populair. Heeft heel weinig permissies nodig en een tijd lang een leerperiode. Maar uiteindelijk wat die gewoon doet is alle cell ID's bijhouden van waar jij normaal gesproken komt. Zendmasten zenden een cell ID uit. En als je die een beetje bijhoudt met op welke geografische locatie je welke cell ID's verwacht. Als er dan in één keer een nieuwe bij is, dan kun je zeggen, hé, dat is raar. Uiteindelijk is dit niet een heel handige methode. Ik bedoel, het is heel lightweight, zullen we zeggen, maar... Als ik een aanvaller ben, dan zet ik mijn cell ID gewoon op een cell ID die je op die locatie verwacht. Dus daar helpt het niet tegen. En vervolgens geeft het je ontzettend veel false alarms, omdat ik was nog niet in Ede geweest. Huppatee, ik krijg meteen, ziet hij allerlei nieuwe netwerken. Of de netwerk ID's, de cell ID's veranderen sowieso vrij vaak nog door providers. Dus dit is niet een hele handige metriek. Dan heb je de Android IMSI Catcher Detector. Die moet je wel zelf compileren. Van mij staat er een binary op GitHub. Die moet je er dan zelf op krijgen. Maar het valt wel op dat de resultaten heel erg verschillen per telefoon. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe goed dit nou werkt. Wat heb je nou aan deze apps? Ze werken sowieso alleen voor Android, voor zover ik weet. Ik heb er geen gevonden op iOS de laatste keer dat ik keek. En dat is ook redelijk logisch, want je moet best wel low-level dingen doen om het een beetje in de gaten te houden. Ze hebben vrij hevige permissies nodig om fatsoenlijk te werken. En ze kunnen je alleen maar waarschuwen voor het feit dat er een IMSI catcher is. Sowieso, wat deze dingen eigenlijk doen, is ook bijvoorbeeld niet tegengaan van het catchen van IMSI's, maar het tegengaan van afluisteren of dat soort dingen. Want het catchen van IMSI's gebeurt zo snel dat daar reageren ze niet op. Dus ze kunnen je wel waarschuwen van, je bent verbonden met een netwerk dat geen encryptie gebruikt. Wat volgens de specificaties gewoon alle telefoons überhaupt zouden moeten doen. Bij Google is dit sinds 2009 een bug report, dat ze nog niet hebben gefixt. Ik weet eigenlijk niet of iOS het doet. Maar het is überhaupt iets, ook al alle dumb phones, die doen het ook vaak niet. Ik had vroeger een Nokia, daar kwam dan zo'n open slotje in beeld staan. Maar het is echt heel vaag en eigenlijk zou je gewoon willen dat alle alarmbellen afgaan op dat moment. Maar nou is de vraag, kunnen we het dan niet gewoon voorkomen, het hele IMSI catching? Nou, daar hebben we een idee voor bedacht. Met twee collega's samen, eentje daarvan is hier, Joeri de Ruiter, en de andere Roel Verdult. En daar hebben we een mooi paper over gepubliceerd en we hebben het volgende bedacht. Een IMSI is een unieke identifier. Nou, wat doe je standaard om dat te beschermen?
we gooien er een pseudoniem tegenaan. Dat is een beetje de meest standaard manier om dit soort dingen aan te pakken. Maar we willen wel een manier die makkelijk te implementeren is in het huidige netwerk. En het wordt dus door je eigen provider moet het dan uitgerold worden. Uiteindelijk is het niet zozeer dat we tegengaan dat die IMSI's, als die verzonden worden, afgepakt worden. Maar op dat moment kopieer je gewoon een pseudoniem en niet je huidige IMSI. En als dat pseudoniem vaak genoeg wisselt, dan zou dat alle privacy issues moeten voorkomen. De methode hebben wij geverifieerd met ProVerif, dat is academisch gezien cool. Dus uiteindelijk wat er gebeurt is dat jouw home network, je provider, gaat jouw nieuwe pseudoniemen opsturen. En de vraag is een beetje, hoe gaat hij dat doen? Dus de home network moet een beetje meewerken en die moet die pseudoniemen maken, maar dan moet hij die bij jou zien te krijgen. Dus hoe doet hij dat? Nou, daar hadden we het volgende voor bedacht. Je hebt hier weer de 3G, 4G authenticatie. Is eigenlijk hier nog allemaal hetzelfde. Alleen heb ik dus, ik heb een pseudoniem, mijn eerste PIMSI. En dan heb ik een volgende PIMSI, wat ik ooit later ga gebruiken. En op een bepaald moment besluit ik om dat te doen. Dat betekent dat ik als er een identity request komt, ik dit stuur in plaats van die 1. Op dat moment is dat voor het netwerk, er is een hele nieuwe telefoon. En die gaat naar de backend en vraagt, ik wil authenticatieparameters voor dit pseudoniem. Of dit voor hem is het gewoon een IMSI. En de backend zoekt dan op en die zegt, deze heb ik al eerder uitgedeeld. Maar die was tot nu toe nog niet gebruikt, dus dat betekent dat die geswitcht heeft. Dat betekent dat ik PIMSI 1 weer kan vrijgeven in mijn lijst. En dat ik een nieuwe kan gaan uitdelen. En dat doet hij. Dus het netwerk genereert een nieuw pseudoniem, encrypt die en stuurt dat als challenge op. Want de challenge is de enige waarde, met sequence nummer, maar die moet je intact laten, die helemaal hierheen komt en waar je nog iets aan hebt. Dus nu doe ik als telefoon iets anders dan normaal. Misschien nadat ik authenticeer, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Decrypt ik dit ding met de extra nieuwe sleutel die we erbij hebben. Daar komt een nieuwe PIMSI uit. Nou, die zet ik op de plek van mijn successor. En ik schrijf alles één stap op. En dan ben ik voorzien van een nieuw pseudoniem, wat ik in de toekomst kan gaan gebruiken, wanneer ik daarna wil switchen. En iedereen die dit afluistert, hier kan niemand iets mee. Ook het netwerk hier tussenin ziet niks. Dus ook niet als dit door een aanvaller beheerd wordt. Dan ziet hij niet wat ik zojuist is opgestuurd. Vervolgens, de rest van het protocol gaat gewoon exact zoals normaal. Maar het mooie is dus dat hier zit die location update. En dat zorgt ervoor dat de hele administratie altijd goed komt. Dus ook op het moment dat ik überhaupt in een netwerk kom waar ik nog niet bekend ben, dan komt er ook altijd zo'n location update. En dat zorgt dus voor dat dit netwerk altijd in sync blijft met welke pseudoniem ik op dit moment gebruik. Dus uiteindelijk gebruiken we een random challenge om die pseudoniemen te versturen. Nou, die challenge moet natuurlijk random blijven. Maar dan is de vraag, wat is random? In dit geval vooral onvoorspelbaar moet die zijn. Nou, als je die PIMSI-waarde sowieso al niet zou kunnen voorspellen, dan ben je al een heel eind. Maar vervolgens met een fatsoenlijke encryptie zou dat nog steeds onvoorspelbaar moeten zijn. Je hebt wel een extra sleutel nodig tussen SIM en provider. En iedere SIM moet nu 2 PIMSI's opslaan in plaats van 1 IMSI. Nog wat extra technische dingetjes. Dus uiteindelijk is de challenge dus niks anders dan een encryptie over 2 waarden. De nieuwe identiteit en het sequence nummer. Want dat sequence nummer geeft ons een aantal, dus op het moment dat ik het decrypt, kan ik hieraan zien, dit klopt inderdaad, dat past bij de authenticatie waar dit ding in is meegestuurd. Als encryptie zou je AES kunnen kiezen, want dat zit al op de meeste simkaarten. Ik denk eigenlijk op alle simkaarten tegenwoordig. Omdat het ook standaard gebruikt wordt in de 3G en 4G authenticatie.
En als PIMSI kunnen we alleen maar de laatste, of we sturen alleen maar de laatste 10 digits op van de IMSI, want die eerste 5 of 6 die moeten hetzelfde blijven. Dat is wat uniek mijn land en netwerk identificeert. En anders kan een netwerk kan het nooit bij mijn thuisnetwerk daar naartoe gerouteerd worden. Nou, is dat al heel leuk, vind ik. Maar we hebben ook een oplossing voor 2G. En die is zelfs nog leuker. En die gaat exact hetzelfde. Dus ook weer alle twee een sleuteltje, die PIMSI-nummers, et cetera. Alleen, nu zitten we met het kleine probleem dat er geen sequence-nummer is hier. Daar wordt hier, want dat zit gewoon niet in die berichten. Hè. Dus ik bedoel, wij kunnen wel zeggen, voorstellen van, hey provider, stop een sequence-nummer in dit bericht. Maar als alle masten in ter wereld opnieuw geconfigureerd moeten worden om dat te accepteren, dat wordt een beetje lastig. Dus uiteindelijk komen we hier met het probleem dat je wel replay attack zou kunnen doen. Dus voegen we ook een sequence-nummer toe. En dat sequence-nummer gaat hierbij in. En dan moet je een beetje liberaler zijn met welke sequence-nummers je toestaat. In 3G en 4G is het over het algemeen zo dat je zegt, nou de eerstvolgende 5 sta ik toe en anders hebben we een procedure om het recht te trekken. Nou die procedure die hebben we niet, dus je moet gewoon zeggen eigenlijk alles wat beter is dan hoger is dan mijn vorige. Daarmee voorkom je in ieder geval replay attacks. En het geeft je enige manier om, maar vervolgens kunnen we niet op een goede manier checken of de decryptie van die waarde, of die wel oké is. Want uiteindelijk staat er een random nummer wat mijn nieuwe PIMSI wordt. En een sequence nummer dat hoger moet zijn dan mijn vorige sequence nummer. Nou, de kans dat een attacker hier iets goed gokt, wat uiteindelijk decrypt naar een PIMSI die hier niet bekend is, die is dan te groot. Dus zet hier ook een MAC bij hem. Nou, allemaal een hele simpele standaard techniek. Maar wat betekent dit? Dit betekent dat we in één keer mutual authentication hebben toegevoegd in 2G, in GSM. Dus dat is zeg maar de grootste fout die GSM heeft in de laatste 25 jaar dat bestaat, is hiermee opgelost. En dit is een oplossing die dus in één database bij de provider moet fixen en in je simkaart die onder controle staat van je provider. Dus, wat zijn nou de security garanties die dit biedt? Dus een aanvaller die niet die nieuwe blauwe sleutel kent, die kan niet opeenvolgende pseudoniemen aan elkaar linken, een soort van unlinkability. Hij kan ook niet valse PIMSI's introduceren. Hij kan ook die authenticatiemessages niet replayen, vanwege de sequence nummer. En hij kan dus ook niet het SIM en home netwerk out of sync krijgen, dus dat zij andere pseudoniemen gaan gebruiken, want dan zou de hele boel in de soep lopen. Maar er zijn wel nog een paar caveats. Uiteindelijk biedt dit alleen maar wat je noemt K-anonymity. Dus dat betekent dat in deze zaal, als we dit allemaal zouden gebruiken, zal ik waarschijnlijk niet zo heel erg opvallen. Ik zit nu geloof ik bij Vodafone, dat weet ik eigenlijk niet eens zeker. Maar dan zijn er vast genoeg andere Vodafone gebruikers uit Nederland die daarmee samenvallen. Maar loop je in Cairo over de markt, dan is er wel een grote kans dat je met je Nederlandse IMSI-nummer heel sterk opvalt en wel te identificeren bent. Dus je krijgt altijd anonimiteit, zeg maar gelijk aan de groep mensen om je heen met hetzelfde landnummer en provider. Zoals ik al zei, het voorkomt man-in-the-middle aanvallen niet, maar het maakt ze wel veel lastiger. Want wat die man-in-the-middle aanvallen standaard doen, die gaan niet alle telefoons in de omgeving zitten afluisteren. Dat trekken ze vaak niet. Dus wat die man-in-the-middle aanvallen doen, is, ik ga wachten. Hé, daar is de IMSI waarin ik geïnteresseerd ben. Dat telefoongesprek ga ik afluisteren. En dat kan niet meer. Je kunt niet meer specifiek een IMSI targeten. En ook als ik een attack wil sturen naar je telefoon, wederom, ik kan je niet targeten omdat ik niet lokaal weet wat jouw IMSI is. Het is niet zo dat het, je bent hiermee niet meteen home free, omdat er nog allerlei andere identifiers zijn. Er is de IMEI, alleen die is vaak wel aan te passen, dus dat is niet zo'n punt. Maar je hebt je MAC-adres, je Bluetooth-adres, dat soort dingen. Daar moet je wel mee oppassen als je er echt serieus mee bezig bent. Het kan zijn dat er een kleine extra load ontstaat in de backend van mobiele netwerken. Omdat normaal gesproken is het wel oké als je telefoon zegt van, ik ga er vandoor.
Maar ja, als hij dat nu doet, hey, ik ga er vandoor, hey, hier is een nieuwe telefoon. Dan is het wel vrij duidelijk dat die twee bij elkaar horen. Dus dat kun je niet meer doen. En dat betekent dat er, dus het is niet helemaal duidelijk hoeveel dat is, maar dat er wel wat extra back-end traffic zal zijn, doordat die lokale, zeg maar, die PIMSI's, ja, die worden lokaal bijgehouden van wie is hier allemaal, en dat moet je dan langer bijhouden. En ja, je hebt providers nodig die dit zouden willen implementeren. Ik denk wel dat het een interessant commercieel product is. Boom. Het is volgens mij een vrij kleine aanpassing. En volgende week ga ik naar Londen om dit met de GSMA, de GSM Association, te bespreken. Om te hopen dat we toch tot tests komen waarbij we dit in de field kunnen gaan uittesten. Wel een ander punt is dat we aannemen dat de simkaart veilig is. Wat over het algemeen een vrij oké aanname was. Tot dit nieuwsbericht dat schijnbaar de NSA gewoon van Gemalto ooit een keer alle simsleutels heeft gestolen. Dat wil je dan niet. Zijn we al bij de conclusies? Lekker op tijd. Current technologies, de 2G, 3G, 4G, die gaan niet zomaar weg. Sterker nog, een hele hoop mensen denken, nou, GSM, dat is oud nieuws, laten we daarover ophouden. De kans is zeer groot dat UMTS veel eerder weggaat dan GSM. Omdat een hele hoop machine-to-machine communicatie loopt nog over GSM-chips. Dus daar schijnen gewoon heel veel legacy systemen die daar gebruik van maken. Dat gaat voorlopig echt niet weg. Inmiddels komt 5G eraan. Waarbij ze een van de onderzoeken of de doelstellingen is om IMSI caching specifiek tegen te houden. Maar ik heb nog geen specificaties gezien, dus ik weet niet hoe ver ze daarmee zijn. Maar. Al deze netwerken hebben dus wel echt serieuze security issues. Maar je kunt er wel iets aan doen. Dus uiteindelijk is de vraag, wie gaat ons helpen om als allereerste eindelijk IMSI catcher veilige simkaarten te verkopen? Dat was het. Dankjewel. Het is altijd leuk om iets. Het is altijd spannend. IMSI, telefonie, GSM. Wellicht dat er nog wat vragen over zijn. Daar hebben we nog even tijd voor. Mooi, want dan kan ik eindelijk deze werpmicrofoon gaan uittesten. Oh, dat is het. Je kunt daarin praten. De andere kant, denk ik. Nee, het is wel die kant. Misschien dat iemand ergens een schuifje weer open moet zetten. Hallo. Die IMSI-cachers die de overheid wil gebruiken om boeven af te luisteren. Ben je niet bang dat zij hier tussenin gaan zitten en zeggen, ja, leuk plan meneer Fabian van den Broek, maar als we dit gaan doen, dan vinden wij de boeven minder makkelijk. Ja, nee, dat zullen ze ongetwijfeld gaan zeggen. Stel dat het echt, weet je, een soort droomscenario, dat wordt echt uitgerold. Alle providers gaan dit doen. Dan is het, aftellen tot daar een overheid iets van zegt. Maar dan zou ik verwachten dat wat zij gaan doen, is zeggen tegen de provider, hey, wij hebben nu deze PIMSI opgevangen, op dat tijdstip, op die locatie, en dan kan de provider alsnog voor zij uitzoeken wie dat oorspronkelijk was. Afhankelijk van wat je daarvan vindt, maar het kan wel helpen om het in ieder geval te accepteren. En het voordeel is dan dat zeg maar de wat meer shady organisaties, die zullen dan specifiek naar een provider toe moeten gaan om duidelijkheid te krijgen wie dat was. Dus dat trek je wel meer het licht in. Ja, hij mag naar achteren toe. Kijk het. Mooi. Hallo. Is er een manier om te detecteren als je een passieve IMSI capture hebt? Of is het dan gewoon jammer dan? Dat is jammer dan. Ja. Nee, dit is gewoon, die signalen worden gewoon gebroadcast als waar. Kijk, uiteindelijk is het, je zendt iets naar een mast. Maar alles wat daartussen zit, kan dat opvangen. En dus die eerste berichten zijn altijd unencrypted, omdat je nog niet weet met wie je praat. Dus je zou inderdaad, als 5G of zo, je zou een systeem kunnen bereiken waarbij je met asymmetrische crypto die eerste berichten ook al versleutelt. Maar dat is bij de huidige systemen niet zo. Oké. Verder iemand nog? We hebben nog tijd voor nog één vraag, als die er is. Geen vragen meer, dan nogmaals hartelijk dank voor jouw praatje. Ja, dankjewel. En nog een kleinigheidje voor je. Alsjeblieft.